Het kan soms flink tekeer gaan, ook hier in Vragender. In 2010 waarde de torenspits van de kerk. Juist de pastoor van deze kerk wil na decennia weer een Donatusprocessie houden. U weet wel, Donatus. Beschermheilige tegen onweer, bliksem, hagel, storm en noem maar op. Eind jaren 50 werd de processie voor het laatst georganiseerd. Alleen de vieringen liepen nog een aantal jaren door. En die storm in 2010, was dat een soort wake-up call? Dat was misschien wel een teken. Ja. Dat was al een signaal van, nou ja, kom op, doe die processie nog even een keertje. En dat gebeurt dus nu. En het is de bedoeling dat er weer een hele nieuwe generatie bij betrokken wordt. Ja, maar dat mag wel zo'n half blote arm. Dat is niet erg. Hier op de Rooms-Katholieke Antoniusschool in Vragender krijgen ze het verhaal van de heilige Donatus vandaag verteld. Toen begon het in de lucht te rommelen. En als cadeautje krijgen de kinderen ook nog de ministrip Donatus donderdeur mee. Komende zondag is de dag van de processie. In de hoop dat ook de nieuwe generatie meeloopt. Want niet meedoen kan gevolgen hebben.